Dankjewel. Hij was al ondernemer, politicus, kunstkenner, maar sinds deze week weten we ook dat Herman Heinsbroek auteur is en uitgever van zijn thriller Riskant Spel. Welgeteld 87 dagen was hij minister van Economische Zaken in het kabinet Balkenende 1. En na deze stormachtige politieke carrière verliet hij Den Haag voor goed. Een boek. En dan, ik wil meteen even iets uit voorlezen. Ik heb er een ezelsoor in gemaakt, want zo ben ik. Dat doe ik met al mijn boeken thuis ook. Ja. Dit staat erin over een personage. Het land wordt steeds onkundiger bestuurd, denkt hij. Wat hem vooral irriteert is dat het economische toekomstvisie ontbreekt. En Den Haag braaf achter het falend beleid van de zwaar door Duitsland gedomineerde Europese Unie aanholt. Ja, kortom. Ik heb een bruggetje, hè? Ik hou er niet van, maar ik had hem. Met andere woorden, spreekt hier Heinsbroek over het personage in het boek. Want nou, het is vol ook met verwijzingen naar maatschappijkritiek, politiek kritiek, kritiek op de media. Nou, wat ik gedaan heb, is ik heb een thriller geschreven, omdat ik hou van een spannend verhaal. Ik hou zelf van boeken die eigenlijk vanaf het begin af aan boeien. Dat je erin zit en dat je niet 50, 70 pagina's moet wachten voordat je denkt van nou, er gaat wat gebeuren. En tegelijkertijd wil ik dat in die thriller, en dat zie je met de meeste thrillers niet, hè, die zijn meestal apolitiek, dat je laat zien dat die mensen niet in niemands land leven, maar dat ze in een reële wereld leven en ook nadenken over de zaken die om hen heen gebeuren. Dus je ziet de hoofdpersoon, in dit geval Ben Zandstra, dat is een mediatycoon, die wordt gekidnapt door een van de radicale verknipte figuur, dat die nadenkt over de zaken die om hem heen gebeuren. En die verwoord ik in het boek. Soms zijn dat mijn meningen, soms zijn dat meningen die ik om me heen hoor en die ik erin vervlecht. Het is natuurlijk fictie, hè, het blijft fictie. Ik chargeer in heel veel zaken natuurlijk om de zaak aan te dikken. En de discussie die er uiteindelijk tussen de kidnapper, want het is een kidnap van een mediatycoon door die verknipte figuur, dat die discussies ook lekker op gang komen, dat ze fanatiek zijn en dat ze diep gaan. Maar het is met politieke meningen, stellingnames, wel doorspekt. Ja, dat klopt. Ja. Ben je het trouwens mee eens dat, dat de media te veel negatieve rommel uitzenden? Want dat zegt de ontvoerder en die gaat niet voor het losgeld, maar die gaat vanwege zijn ideaal. Hebben negatieve rommel uitgezonden? Nou, nee, ik denk dat wij net heel zinnig bezig zijn geweest. Oh, wij niet. Nee, is WNL alleen maar journalistiek. Nee, deze man die valt vooral over te veel leedvermaak tv, te veel afzeiktelevisie. Je ziet te veel mensen. De een heeft obesitas, de andere ruzie met de buren. De derde heeft weer een ander probleem. Kortom, te veel sensatie, te veel somberty die over de mensen wordt uitgestort elke dag. En hij heeft zoiets van, dat beïnvloedt mijn kinderen, dat beïnvloedt mij. Ik wil dat je dat verandert. Okay. Dat is ook het thema van het boek. Het gaat de kidnapper niet om het losgeld. Het gaat hem erom dat deze mediatycoon, die veel kranten heeft, televisiestations heeft, je moet denken aan het type Berlusconi of Rupert Murdoch, dat die eens wat positieve televisie uit gaat zetten. Okay. Dat die wat positiever. Nou, je hebt nu al een tijdje reclame mogen maken voor je boek, maar je denkt ook dat het een bestseller wordt, jouw marketingstrategie. Nou, dat weet ik niet, dat gaat de consument beslissen. Oké, maar je hebt iets gedaan waardoor je denkt, dit kan een heel groot succes worden, leg uit. Ik heb niks gedaan waardoor ik denk dat het de grootste... Nee, wat bedoel je? Nou, ik las, maar er wordt zoveel geschreven en ook daar gaat je boek over. Ja. Dat je de strategie hebt gebruikt, een marketingstrategie die je ook bij je platen gebruikte. En daarvan zei je, nou, ook al was een nummer helemaal niks, als ik het maar op de juiste manier in de markt zette, dan ging je het toch kopen. Ja, nou ja, dan moet het product altijd wel goed zijn. Hè? Je kunt iets kapot marketen en wat niet goed is, gaat nooit lopen. Dat gezegd hebbende, bij dit boek zal ik natuurlijk proberen niet alles aan het toeval over te laten. Dus? Voor een boek is het wel een beetje anders. Daar is free publicity, wat dit bijvoorbeeld is, wat ik nu hier doe, is vrij belangrijk dat je het bespreekt. Tegelijkertijd kan voor een boek, denk ik, ook radio- of televisiereclame werken. Ik ben bijvoorbeeld de mening toegedaan dat Dan Brown, die had een bestseller geschreven, diverse bestsellers, maar laten we de Da Vinci Code nemen. Nou, ik kom uit de marketing, ik kom uit het uitgeefvak, muziek uitgeven, maar ook boeken heb ik ook uitgegeven. Op een gegeven moment zie je dat zo'n boek afloopt. En we zien in de uitgeefwereld dat als dat afloopt, na 1-2 jaar, want boeken hebben lange termijn, dat dan vervolgens naar een andere prijs gaat. Wat deden we in de entertainmentwereld? Nee, dat is het moment, we gaan hem doortrekken, we gaan hem nu op televisie gooien, zodat we nog een jaar kunnen genieten van de verkoop van het boek. Okay, en zo ga je dat is altijd een hele grote groep mensen die het nog niet gekocht heeft of die het nog niet voldoende onder de aandacht gekregen heeft. Okay. Dus het boek wordt verfilmd over 2 jaar. Dat zou heel goed kunnen. Met Frank Lammert in de hoofdrol. Ja.